Club. Applaus geven aan die band. Ja. Ik heb de eer vandaag om... Weet helpen! Ik heb de eer vandaag om jullie allemaal heel hartelijk welkom te heten op deze echt bijzondere dag. Hè? Want we gaan vandaag een hele bijzondere winkel openen. En ergens in januari hebben we iets op papier gezet. Over de voormalige bio-winkel, die stond toen leeg, vonden we heel erg jammer. En 14 dagen later hadden we een overleg, breed overleg binnen de dagbesteding. En toen heeft iedereen ideeën naar voren gebracht, waren heel veel ideeën van hoe dan een andere winkel eruit zou moeten gaan zien. Maar ja, om van ideeën naar werkelijkheid te komen is altijd een hele lange weg. Aanvankelijk dachten we, dat moet in juli moet dat klaar zijn. Nu is het 12 oktober. En nu zijn we klaar. We hebben het zojuist meegemaakt. Er is een nieuwe winkel geopend hier in Kuik. En niet zomaar één, mooi van ons. En bij mij heb ik de heer... Louis Storms. En u bent... Ik ben interim bestuurder van Stichting Dienstverlening Kuik. Stichting Dienstverlening Kuik is een organisatie die dienstverlening, zit ook al in de naam natuurlijk, en dat bestaat uit wonen, ondersteuning en dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische stoornis. En die kunnen bij ons of komen werken of komen werken en wonen. We hebben hier in, rondom het Tuigleerstraatje zo'n 42 woonplekken. Waar mensen dus wonen met begeleiding. En binnen de dagbesteding zitten op dit moment zo'n 100 mensen dagelijks in dagbesteding. Op verschillende werkplekken. Wij hebben zelf diverse ateliers waar cliënten, of wij noemen dat assistentmedewerkers, allerlei dingen maken. Soms kan het ook ontspannend zijn. Het hoeft niet altijd gericht te zijn om iets te maken. Daarnaast hebben we een bakkerij. We hebben een wasserij. We hebben natuurlijk de overbekende lunchroom, de looierij. En nu sinds vandaag een mooie winkel waar zowel de mensen kunnen werken als ook de spullen die ze maken, de cadeaus die ze maken, die worden in de winkel verkocht. Maar als ik me niet vergis, er was hier al een mooie winkel bij de looierij, toch? Ja, er was een winkel langs, langs de lunchroom. Die heeft tot nog toe ook altijd goed gefunctioneerd. En wij hebben besloten om die winkel van de Tuigleerstraatje over te brengen naar deze winkel. Omdat dit toch meer in de samenleving zit dan op de eerste plaats. En we daardoor dus ook de verbinding tussen mensen die komen en mensen die bij ons dingen maken, om die wat te vergemakkelijken. Daarnaast past het natuurlijk uitstekend in deze winkelstraat waar nog meer winkels liggen. Ja.
ter verduidelijking, we zitten in de grote straat in Kuik. Ja, dus wat we hier willen doen is met name echte spullen verkopen, of de cadeaus verkopen, die de, ja, wij noemen dat dan assistentmedewerkers, samen met onze medewerkers zelf maken. En dat kan zijn slingers van afvalpapier of slingers van de banners van de Kuikse kroegen toch. Tassen die daarvan gemaakt worden. Er wordt geschilderd. Er wordt houtbewerking, hebben we een club. Die oude meubels opknappen of kleine nieuwe houten dingen maken. Allemaal in ieder geval zelfgemaakte unieke cadeautjes. Ja. En de winkel die wordt dan ook verzorgd en zo door de assistentmedewerkers? Ja, alles wordt gedaan door medewerkers en assistentmedewerkers. Samen zijn ze verantwoordelijk voor dat mooie aanbod. Wij gaan binnen een kijkje nemen. Ja, heel veel succes. Plezier. En, jij bent? De burgemeester. De burgemeester? Nou, aangenaam u te ontmoeten, meneer. Jij bent hier in Kuik? Ja. Maar ik woon hier achter bij Loterij 1. Ik woon hier. Ja, ik heel leuk daar. Ja, en u heeft zojuist de winkel mogen openen? Ja, ik mag wel openen, ja. Ja. En een moeilijke taak zeker, of niet? Maar valt mee. Ja, dat is, maar wel heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. En gaat u zelf ook in de winkel werken? Niet hier, maar bij theater. Ah, bij de theatergroep. Ja, toneelstuk. Doe dat ook wel eens. Hallo. Hi. Gaat u ook werken hier? Nee. Die man is hier. Ja. En dat is super gezellig. Zo. Hele week dat je niet nieuw bent. Ja. En dan gaat het wat beter, heel leuk. Ja. Nou, ga maar eens even kijken of er iets moois te koop is. Ja, dat heb ik al goed gedaan. Kijk, dank u wel voor het compliment. Ja.